Oké, Ruben bouwt hier in Aalten zijn droomhuis. En ja, dit is dus prefab uit Estonia. Ruben, waarom heb je godsnaam het idee om een eigen huis te bouwen? Nou, het leek ons een heel mooi avontuur om zelf wat te ontwerpen en zelf te bouwen. Ja, jullie hebben dus zelf de tekening ook gewoon gemaakt? Nou, we hebben een bestaande tekening gepakt en aangepast naar onze wensen. Ja. Ja. Okay. En toen met Estonië, hoe kwam je daar weer Estonië terecht? Lang gezocht. Eerst in Nederland, maar kwamen we qua prijzen en ideeën niet helemaal weg. Vervolgens over de grens gaan kijken. Nou, Duitsland kunnen we qua prijzen eigenlijk ook al overslaan. Dus ja, dan ga je steeds Zweden, ja. Ja. Ja, dan ga je steeds verder en verder kijken. En vooral veel mailen. Kijken of er een beetje reactie komt van de bedrijven. Nou, Norgesuus was er een van de eerste die meteen reageerde. Goed verhaal had en goede communicatie had. Ja, oké, dus dan heb je op een gegeven moment de bestaande tekening, die verander je. En dan kan dat ook in Nederland geaccepteerd worden volgens het bouwbesluit bijvoorbeeld? Ja, dat kan, maar er moet wel het een en ander aangepast soms worden. Hè. Maar goed, er zijn bedrijven voor wie dat kunnen doen. Die de tekeningen vanuit Estonia pakken en gaan controleren en bekijken waar de dingen aangepast moeten worden. Ja. Oké. En krijg je gedetailleerde tekeningen uit Estonia of moet je die aanleveren? Dus maak jij een ontwerp en maken zij de werktekeningen? Of, ja. Ja, zij maken volledig de werktekeningen. Die zijn goed gedetailleerd en daar kunnen ze in Nederland eigenlijk mee uit de voeten. Oké. Ja. Dan moet je wel laten controleren door het bureau en dan moet je dan indelen in dingen, inleveren bij de gemeente. Klopt. Hey, dan de basis waar het allemaal op staat. Zo'n houten huis is niet zo zwaar. Wat voor soort fundering heb je daar nodig? Dat ligt een beetje, dat ligt aan de grondslag. Hoe beter de draagkracht van de grond is, hoe lichter eigenlijk de fundering kan zijn. Dat is echt afhankelijk van de grond. En voordat je begint te bouwen is dat eigenlijk nog de grote onbekende. Ja. Daar kom je eigenlijk alleen maar achter door een sondering te doen. Ja. En daarmee naar een constructeur en dan laten kijken van goh, wat voor fundering is hier nou eigenlijk nodig. Ja. En dan of je dan zo'n ding nodig hebt of niet? Precies dat, ja. Juist. Ja, ja. Had jij het nodig of nee, niet? Wij gelukkig niet. We hebben hier gewoon op een plaat een fundering gemaakt. Wel met een kruipruimte. Maar dat was voor ons voldoende, omdat inderdaad het hout weegt minder dan steen. Ja, dus dan heb je ook minder eis aan de fundering. Ja. En dan bij hoeveel ben je kwijt ongeveer aan de fundering? Qua kosten? Ja. Ja, dat is lastig te zeggen, maar tussen de 15 en de 25.000. En mocht het heel gek worden met heipalen, dan gaat het helaas nog wel richting de 30. Maar ja. Oké. Dat is ongeveer dingen. En dan zo'n huis, zeg maar. Dit is een 200 vierkante meter huis. Als je dat nou vergelijkt met hoeveel dat kost om met steen te bouwen of met hout uit zo'n prefab te vinden? Ja. Nou ja, een grove inschatting, dan zijn we toch wel een 100.000 euro goedkoper uit op deze manier. Ja. Oké. Want de prefab is, dit kost dan 120.000 euro, zo'n prefab uit Estonia. Klopt. En het hout is heel mooi, hè? Ja, het is zeer zeker heel mooi, hè? Dat wordt inderdaad daar gekapt, zeg maar. Ja. Ja, en je ziet gewoon dat. Dat het gewoon allemaal wat compacter is dan het vuurhout wat je hier hebt, zeg maar. Het is echt hout. Ja, het is echt mooi hout. Goede kwaliteit. Ja, absoluut. Ja. Oké, dus dan heb je dat, dan komt dat in vrachtwagens hier. Wanneer zijn jullie hier begonnen? Hoeveel lopen dagen geleden? Wij zijn nu exact een week onderweg. 1 week tijd? Ja. Jezus, Mina. Dus echt in een week, hier stond niks. Alleen hier maar gewoon een betonnen vloer. Ja. En dan een week later staat dit er, zeg maar. Wanneer ben je klaar? Nou, we hopen eigenlijk zondag, dus over een week klaar te zijn. Maar vervolgens begint natuurlijk het afwerken. Dan is de basis die staat. Dan juist. Is het, dan is het dak is dicht met af. Dan is het waterdicht. Wind en waterdicht. Dan moet je nog elektriciteit, je moet alles nog van binnen, moet je nog doen. Klopt. Dus het staat in 2 weken staat het er. Ja. Zeg maar. En dan heb je ook nog flink wat regen gehad. We hebben inderdaad flink pech gehad met het weer. Klopt. Oké. En dan hoe lang, dan ben je dus eind januari, dan zit je in februari, hoe lang duurt het dan nog om het af te bouwen? Ja, een beetje afhankelijk of je zelf een hoop doet of heel veel aannemers nodig hebt. Wij gaan uit van een maand of 3. Oké, dus in april zit je hier eigenlijk? Half april is het streven. Ja, hoe was de samenwerking met Estonia? Waar moet je op letten? Ja, waar moet je op letten? Nou, je moet gewoon veel mailen, veel contact houden, dingen regelmatig navragen. Het bedrijf is erg druk.
Contact is wel goed. Maar ja, je moet wel zelf een vinger aan de pols houden. En dus dat is wel een tip. En gaat het dan over kwaliteit of over leeftijd? Met name over de leeftijd. De kwaliteit is echt prima. Er wordt gebruik gemaakt van goede materialen. Het zit allemaal gewoon goed en stevig in elkaar. Maar het is meer qua leeftijd. Dingen navragen. Wat hebben jullie nou precies nodig? Wat moeten wij nog regelen? Ja, wat je niet wil is dat ze komen en dat er iets vergeten is. Waardoor ze bijvoorbeeld niet kunnen opbouwen. Dus ja, nogmaals. Maar veel... moeten wij daar iets over gaan letten? Van dat ze iets, want zij weten toch wat ze nodig hebben, neem ik aan. Ja. Wat moet jij dan nog leveren behalve een kraan? Je hebt overnachtingen nodig voor de werkers. Je hebt een container nodig om het gereedschap in op te slaan. Ja. Toilet inderdaad, een schaftkeet. Ja, dat soort dingen die moet je wel leveren. Ja, maar dat is echt aannemen te spelen, maar dat moet jij gewoon. Maar zijn zij betrouwbaar in als zij gewoon zeggen dit gaan we maken, dan maken ze dat ook? Dat zeker. Ja. Afspraak is wel afspraak wat betreft de materialen en hoe het uitgevoerd wordt. Ja. Het is inderdaad alleen qua tijdbestek wel goed een vinger aan de pols houden. Ja. Heb je dan nog, behalve nog de tekeningen, heb je er nog veel keuzes in materialen ofzo? Jazeker, de gevelafwerking kan, zoals wij het hebben, in hout. Maar je kunt er ook voor kiezen om een beplating te nemen die je vervolgens kan stukken. Waardoor je een mooie witte uitstraling, wat modernere uitstraling, daar kun je voor kiezen. Ja, het is wel een uniek huis hè, wat je zo hebt. Je krijgt dus eigenlijk ook heel veel waarde voor je geld. Ja, precies. Je krijgt veel waarde voor je geld. Je krijgt ook een erg goed geïsoleerd huis. Hè. Dus ook qua energiekosten op de termijn hopen we heel erg goed uit te komen. Ja. En je hebt in dit huis heb jij geen warmtepomp. Jij hebt het gewoon met elektriciteit alles gedaan? Ja, we gaan 26 zonnepanelen op het dak plaatsen. En we gaan inderdaad gewoon met een elektrische cv werken. En daarnaast nog een gashaartje op propaangas. En ja, we verwachten eigenlijk vanwege de isolatie dat we het daarmee mee gaan redden. Okay. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor het delen van deze informatie. Graag gedaan. We komen hier nog even in april komen we hier kijken. Ja. En ik hoop dat ik in Limburg ook zo'n huis ga bouwen met zo'n mooi ding.